Jozef, ik heb je op wegingen er wel eens slechter uit gezien. Ja, nee, de weight cut ging zeer gemakkelijk, dus dat is goed. Wat maakt het verschil? Want ik weet dat je bijvoorbeeld, volgens mij was het in Düsseldorf, toen leek je wel grijs. Ja, nu heb je gewoon blosjes op je wangen. Ja man, het is meer de timing eigenlijk. Dus het gewicht dat eraf moet is ongeveer hetzelfde geweest. Alleen ik heb nu echt tot het laatste moment gewacht. En in principe is dat spannender, omdat je dan eigenlijk best wel op de deadline zit. Maar ja, uiteindelijk ben je dan minder lang gedehydrateerd, snap je? Mm-hmm. Dus ik voel me gewoon top, man. Ja. Hij is nou niet grijs. Nee, hij is helemaal goed. Was het lastig om terug te brengen naar het gewicht? Nou, in principe niet. Hij is het wel een beetje gewend. Dus voor zijn gevoel ging het gewoon goed. En hij heeft het gered. Dus... Hoe is hij in zijn hoofd tegen Jacob Stiebe? Gaat hij hem pakken? Is hij zelfverzekerd? Hij is zelfverzekerd, ja. Hoe was de stare down? Jacob Stiebe die zette gewoon een stapje terug, had ik het idee. Ja, daar begreep ik ook eventjes niks van. Het kan misschien gameplan zijn dat hij straks als een stier vooruit komt. Maar stare down blijft een stare down, maar betekent niks. Straks in de ringen waar het allemaal moet gebeuren. Ja, hij deed het tegen Van Heekeren ook. Toen had ik ook het idee dat hij dacht, en die partij won hij uiteindelijk wel. Hoe heb jij Jacob Stiebe ingeschat? Want ik hoor heel veel mensen zeggen, deze man is eigenlijk te makkelijk voor Yusri. Nee, in principe vind ik mezelf sowieso beter dan hem. Maar ik denk dat je dat altijd moet hebben als je de ring instapt, anders kan je beter niet gaan. Maar ik vind hem geen slechte vechter. Het is een jongen, zoals je zegt, die ook gewoon kan winnen. Ook al wordt hij onderschat, zoals de vorige keer. En hij komt gewoon om te knokken. En dat is leuk. En hij probeert er een mooie wedstrijd van te maken. En ik ga proberen om hem af te stoppen. Ja. Maar je moet nooit je tegenstander onderschatten, hè? Nee, dat is wel iets wat dreigt. Want Stiebe, niet meteen de vechter waarbij je denkt, dat is een hele moeilijke tegenstander. Heb je anders op Yusri in moeten praten voor dit gevecht? Nee, niet echt. Kijk, iedereen is gevaarlijk op dit niveau dan, zeg maar. Dus je moet dat sowieso niet onderschatten. Maar hij is gefocust, hij is scherp en hij weet wat er op het spel staat. Dus is nou klaar. Het is de eerste keer onder je nieuwe trainers. Hoe voel je wat dat betreft? Is het anders? Voelt het anders? Het is zeker anders, maar dat wil niet zeggen slechter. Het voelt goed, vooral op persoonlijk vlak, gewoon positief. En ik heb er gewoon echt heel veel zin in. Ik heb heel veel plezier in de sport. Dat is er niet minder op geworden. En prestatie kan ik niet op vooruit lopen natuurlijk. Dat gaan we morgen zien. Maar, wat is er anders geworden in je voorbereiding nu? Iets gerichter. Dus iets gerichter op mijn tegenstander en iets gerichter op mijn kunnen en ook op mijn verbeterpunten. Mm-hmm. Waar moest jij verbeteren? Dat gaan we niet allemaal vertellen natuurlijk, want dan kunnen mensen daar misschien op inspelen. Maar dat. Ik mag ervan uitgaan dat wij morgen gewoon weer een knie van jou zien. Ja, meerdere. Hoe is dit voor jullie? Want het is de eerste keer dat wij jullie bijvoorbeeld zien. Moeten jullie wennen aan dit? Nee, ik niet echt. Ik heb vroeger hadden we ook wat in het verleden andere vechters die bij Glory zaten. Maar toen waren we nog bij Lucien Carbine. Dus het is niet echt nieuw voor ons. Het is wel spannender omdat we nu er zelf voor staan, zeg maar. Dus dat wel, ja. We gaan het zo zien met Yusri. We zien jullie morgen natuurlijk, hè? Woest. Dankjewel, man. Thanks. Dankjewel. Woest, je weet niet al. Meer Veronica Fight zien? Ga naar kijk.nl. Je ziet meer met Kijk.